Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur biedt jaarlijks kandidaten de gelegenheid om deel te nemen aan de staatsexamens. Het gaat om de staatsexamens eind VWO, eind HAVO en eind MULO en het staatsexamen toelating VWO, HAVO en NATIN. De aanmeldingsperiode voor dit jaar is reeds opengesteld en loopt tot en met 29 maart. Dat is de eerste periode, 15 februari tot en met 29 maart. Dan kunnen de kandidaten langs voor het afhalen van de aanmeldingsformulieren, hun zaken in orde maken, waaronder het financieel aspect natuurlijk. Daar wordt betaald bij de centrale betaaldienst. En als ze dus alles in orde hebben gemaakt, hun scripties, hun verslagen, dan komen ze de zaken dan indienen op het examenbureau. Iedereen die dus geen diploma heeft, vanwege een of andere reden, die zou na kunnen trekken bij het examenbureau als ze voldoen aan de kwalificaties, aan de vereisten. En indien ze daaraan voldoen, dan mogen ze zich opgeven om mee te kunnen doen aan het staatsexamen. Dan denk ik bijvoorbeeld, een van de vereisten is dat je een bepaalde leeftijdsgrens moet hebben bereikt. Voor het MULO staatsexamen betekent het dus dat je 16 jaar moet zijn of ouder. Voor het staatsexamen HAVO ook 16 jaar of ouder, maar voor het VWO-examen 18 jaar. Dat is de grens 18 jaar. En natuurlijk zijn er ook nog andere vereisten die daarbij komen kijken, maar die krijgen dan de kandidaten te zijner tijd. Het is het normaal, het regulier examen, maar alleen wordt het dus nu door de staat georganiseerd. De dagen, de tijdstippen, de vakken zijn allemaal hetzelfde. Kandidaten die zich opgeven voor de staatsexamen zullen aan zelfstudie moeten doen. Zij mogen het volledige examen, een partieel examen of een partieel aanvullend examen afleggen. Alleen kandidaten die het volledige examen afleggen, komen in aanmerking voor een herexamen. Hier is er dus sprake van zelfstudie. We zijn geen school aan zich. We bieden de mogelijkheid aan de kandidaten om mee te doen aan het examen. En er zijn ontzettend veel mensen die zich aanbieden als begeleiders. Als je de social media volgt, dan merk je wel dat mensen de studenten de gelegenheid willen bieden om bijvoorbeeld vakken als de economische vakken dan begeleid te worden. Dus er is wel studiebegeleiding, maar niet vanuit het examenbureau. Vaak genoeg, wanneer de mensen zich aanmelden en ook inderdaad vragen om adviezen, dan kunnen we ze verwijzen. Hoe zeggen ze dan vaak genoeg van, wil je contact opnemen met de school bijvoorbeeld? Of we hebben hier een lijst aan literatuurlijsten. En daar kan je dus inkijken wanneer het gaat om het kiezen van jouw boeken. Nou, daar kan je dus dan wel inkijken. Dus dat doen we dan wel. Het aantal kandidaten dat zich jaarlijks opgeeft is volgens Zeiler aan de lage kant. De afgelopen 5 jaren hebben we gemiddeld 400 kandidaten gehad die zich hebben aangemeld voor de examens. Dan gaat het dus over alle niveaus, hè? Dus het totaalplaatje is 400 kandidaten. En dat vind ik toch wel een beetje weinig, omdat ik weet dat er ontzettend veel mensen rondlopen zonder een diploma. En u weet, tegenwoordig is het toch wel heel erg belangrijk dat je dan ook moet kunnen overleggen dat je inderdaad een bepaald onderwijstraject hebt afgelegd. Dus mensen, ik wil jullie dan oproepen om je inderdaad aan te komen melden. De kosten om deel te kunnen nemen aan de staatsexamen zijn voor het VWO 50 SRD per vak, HAVO 40 SRD per vak en MULO 25 SRD per vak. Geïnteresseerden kunnen zich begeven naar het examenbureau voor het afhalen van een aanmeldingsformulier of kunnen een aanmeldingsformulier via de website van het examenbureau downloaden.